Op de Brunsummer Heide staat sinds kort een klankbankje midden in de natuur. Een klankbankje, zegt u? Een klankbankje is een bankje ontworpen door ontwerper Piet Hein Eek. En het is op initiatief van Metropoolorkest, die momenteel door heel Nederland toeren. Waarbij ze de film De Nieuwe Wildernis live begeleiden. En we hebben dus gemeente in elke stad waar we komen een klankbankje neer te zetten in de natuur. Om de mensen dus te attenderen op het feit dat ook in hun omgeving een mooie natuur is. Klankbankje wil zeggen, er komt ook geluid uit? Er komt geluid uit. Er zit een zonnepaneel op het bankje, dus het is heel milieuvriendelijk. Hij laat zichzelf op en dan je kunt inpluggen en dan hoor je dus het Metropoolorkest de muziek van De Nieuwe Wildernis spelen. Terwijl je in de natuur zit. Dus het is echt wel een publiciteitsactie ook. Ja, het Metropoolorkest heeft toch geen publiciteit nodig, zo'n groot orkest? Nou, het orkest is inderdaad een van de bekendste merken van Nederland. En het bekendste orkest, omdat we natuurlijk een heel divers programma spelen. Maar vorig jaar zijn we natuurlijk zelfstandig moeten worden door de cultuurbezuinigingen. En we zijn dus nu echt wel bezig om heel erg bekend te worden. Omdat we de komende 2 jaar dus moeten zien te overleven. En dan weer een nieuwe subsidieaanvraag moeten doen. Dus het is echt niet zo dat we achterover zitten en nog 100 jaar bestaan. Dat is echt nog wel een dringende zaak. De klankbankjes hebben op andere plekken gestaan. Hoe waren de reacties van de mensen die erop zaten? Er waren eerst heel verrassend van, hey, wat is dat? En mensen, er zijn ook diverse e-mails geweest, die mensen die het een heel goed idee vonden. En om ook aandacht voor die nieuwe wildernis te genereren. Omdat er toch heel veel natuur is in Nederland waarvan we eigenlijk niet weten dat het er is. We lopen er gewoon voorbij. En nog een keer voor de duidelijkheid, het concert is donderdag? Het concert is donderdag in Heerlen. En volgens mij zijn er nog kaarten, dus het is zeker de moeite waard om daar te gaan kijken. Het is toch een aparte ervaring, een heel groot scherm met die hele mooie film erop en dan live de muziek erbij. Dat heb je niet elke week. Nee, flauwekul natuurlijk. Op het moment komt er geen geluid uit mijn koptelefoon en dat komt omdat de accu's op zijn en die moeten eerst opgeladen worden. En als die eenmaal opgeladen zijn, dan komt hier heel mooi geluid uit dit bankje.